Wat jullie zijn van Molenbeek? Ik persoonlijk niet, maar de dames die zijn inderdaad allemaal van Molenbeek. Ja. En die zijn nu met een tweedaags project zijn ze bezig. Dus dat houdt in dat ze vandaag in Dordrecht wat activiteiten met ons afwerken en morgen ook. En wij zijn zelf van Pelota. Pelota is een organisatie uit Doetinchem. Ze verspreidt door heel Nederland en wij verzorgen alles op het gebied van voetbal. Dus dan kun je denken aan freestyle voetbal, panna voetbal, maar ook gewoon veldtechnieken. Dus, en dat doen we vandaag met de dames van Molenbeek. Ja, jullie hebben voordat ik er was al een techniek gegeven. Ja. Klopt. Hoe ging het met de dames? Ja, fantastisch. Fantastisch, ja. Alleen al de enthousiasme die ze uitstralen en hoe graag ze dingen op willen pikken, ja, dat is gewoon top om te zien. En daarnaast hebben ze gewoon een hele goede eigen basistechniek. Hè. Je kunt zien dat heel veel dames ook heel veel op de pleintjes bezig zijn. Dus wel echt die balcontacten hebben. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Ik ga eerst vragen wie u bent. Ja, mijn naam is Nico Verkoten en ik woon in Brussel. Ja, jullie zijn vandaag hier. Uit welke hoedanigheid ben je hier en wat gebeurt hier? Klopt. Nou, ik ben ook lid van de Rotary Club en ik heb het platform Play in Peace opgericht. Dat staat op mijn shirt. En de RWDM Girls zullen het hele jaar door de campagne van Play in Peace, Rotary, gaan uitdragen op hun shirt. Het heet Change Our Game. En het doel is om nog geld in te zamelen voor een kruifkoord in Brussel. Geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aanslagen uit 2016. En om zeg maar, het vrouwenvoetbal in België te promoten. Sport verbindt. En we hebben nu met succes een eerste kruifkoord in Molenbeek weten te realiseren met een heleboel partners. Maar via de verkoop van het liedje Change Your Game hopen we dat we nog een tweede kunnen gaan realiseren voor de jeugd van Brussel. Nou, ik ben een week na de aanslagen in Brussel ben ik naar de burgemeester van Molenbeek getogen, Françoise Schepmans. En ik heb haar gezegd van op deze manier kunnen we niet samenleven. De verdeeldheid in de stad nam toe. We moeten proberen een verbindend project te gaan opstarten. Waarbij we ook de jongeren betrekken en de slachtoffers. Nou, dat was het Play in Peace project. En dat is eigenlijk de start van een hele grote reis. Met uiteindelijk het succes van het realiseren van het kruifkoord in Molenbeek 2 jaar na de aanslagen. Dat is dus geopend op 22 maart 2018. Nou, Molenbeek, de RODM Girls van Molenbeek, dat is ook een positieve ontwikkeling uit Molenbeek. Een club die sinds 2010 bestaat, de RODM Girls. We zijn met 2 meisjes begonnen en nu is het de grootste Belgische voetbalclub. En ze zijn vanaf het begin ook partij in het hele Play in Peace project. Ja, en het was vanzelfsprekend dat we daarmee verder samen zouden gaan werken. Nou, en 2 van de girls van de RODM die zijn ook kruifcoach geworden. Dus die faciliteren ook het kruifkoord in Molenbeek. Ik heb het verhaal net van Rotary ook gehoord. U bent een van de eerste die een kruifkoord. Kruifkoord in Molenbeek, ja inderdaad. Ik ben een van de 2 coaches in Molenbeek dus. Hoe gaat het? Goed, super. Nu is het even vakantie. Maar het gaat met de kinderen is het echt heel leuk. Zit de progressie in? Toch wel, ja. In het begin waren we niet zoveel.
En ja, ik heb toch gezien daar in juni toch... De kinderen hadden toch dat juli, augustus toch activiteiten... dat we allee, die activiteiten konden organiseren. Dus die willen we. Ja. Dus dat is een positief punt. Hoe is het? Je bent nog helemaal moe. Jullie hebben wel flink lopen uitslopen. Hè? Ja, 3 mensen in elk jaar is niet makkelijk. Hè? Ja. Maar hoe ging het? Niet makkelijk. Nee? Nee. Wat was het probleem? De warmte? Ja, zeker. Tegenstanders zijn ook sterk. Ja. Dus, en jij wil later groter worden? Niet echt. Komt goed, komt hè. Ja, ja, maakt ja, mij ja, niet ja, uit. Ja. Nou ja, de Belgen hebben het natuurlijk goed gedaan nou, hè? Ja. Dus ik verwacht van jullie ook wel wat. Ja. Succes. Dank je. One touch. Een touch. Een touch. We maken een kringetje van jou. Een hartje. Zijn jullie verliefd? Kom maar, gaan we. Eén, hop. Een touch. One touch. Kom nou, man. One touch. Eén, twee, drie, vier. One touch. Voor finish slapen. Concentratie. Allee, ik ga lasje. Als we 10 halen, worden we helemaal gek. Oké, ik ga af en toe. Oké. Oké. Jij ook, hè? Jij moet in de schaduw, nu wil je weer in de cirkel. Oké, 1. Als we missen, dan beginnen. 3. 4. 5. Ja, nu. 6. Iedereen gelijk op zijn plek. Change. Oh, yay! Let's go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ja, dat was zo.